Gasten van de Drumming Boys, welkom bij een gloednieuw avontuur. Vandaag zijn we bij verlaten school. We gaan binnen een kijkje nemen. We hebben een ingang gevonden, dus let's go. En ook van de buitenboys, hè? En van de buitenboys. En van de buitenboys, dus hij komt ook op mijn kanaal. Hij is van mijn vader in video, maar hij komt ook op mijn kanaal. Want ik mag mijn koppel niet meenemen, dus en we zijn nu verlaten school. We gaan vast een beetje lopen, ja? Ja. We zien jullie hier zo. We zijn binnen in de school. De naam van deze school weet ik nog niet echt, maar daar komen we wel achter. Dus laten we even een kijkje gaan nemen. Even wat zien. Hier is een donkere kamer. Kijk, dit zijn de spijkers, hè? Niet met je voeten erin. Kijk waar je loopt, ja? Ja. Nou, hier is ook niet veel te zien. Dus niks. Niks daar? Nee, het is anders. Alles is afgesloten hier. Nee, is dus niks te zien. Misschien bij de bovenste etages, nog meer gangen. Nee, dan ga je naar buiten. Zie je? Schut. Ja, dat is wel goed. Best wel een grote school. Ik denk dat het een middelbare school is geweest. Kom. Is het ook een huis? Ja. Klaslokaal. Behoorlijk warm hier binnen. Het is warm, hè? Wat de kachel aan staat, joh. Hier buiten. Ja. Oh, die voetbal. Niet aankomen, kan het leggen. Maakt je wel deef, laat me leggen, maakt je wel heen.
is niks, hè? Dit een soort knutsellokaal was, zo te zien. Warm, hè? Het is oud. Daar heb ik gisteren nog op gespeeld, hè? Ronak. Ja, Ronak, ja. Hij heeft eerst twee. Die moet gewoon als je zo waar. Ik wil uitzicht zien. Kom dit. Helaas weinig te zien. Het is meer gehoopt eigenlijk te zien. Er liggen nog documenten. Dit de administratieafdeling was. Helemaal vol met documenten.
Ja, allemaal administratie en documentatie. Heb je die bananas gezien? Wat? Bananas. Bananas. Zo'n meester of zo geweest hier? Ja, die kamer achter ook. Banana. Helemaal vol met dossiers. Dave, ga eens weg daar. Ik zie je bankoverschrijvingen. Bankhoofd. Vorige saldo was 783.229. Rijke school. Ja, waarom is dat voor jou? Wat weet je voor kom dan? Waar ben je? De mensen zijn hier. Gymzaal. Ja, als je nou een video maakt, dan ben ik weg. Ja. De gymzaal van de school. Heb je op deze school gezeten? Nee. Hou de deur vast, hè? Ik zag het hier niet. Hier nog een soort bar. Lounge ruimte of zo. Neergegooid.
Die zijn de kleedkamers, denk ik. Shotje van de buitenkant, de hoofdingang denk ik. Wat zie je dan? Wat zie je dan? Ja, zeg dan. Ja, dat heb ik al gezien. Ja, je zegt maar klimmen. Ja, ga. Snel, kom eruit, hè. Ga ik snel video's maken. Ik kan je die plaat van je trappen. Hier zien we nog wat landbouwvoertuigen staan. Van de school. Is dat van de school toch, Sjaan? Zei die? De landbouwschool is het geweest. Ah. Dat is wel cool, hè? Denk ik. Het zal een kantoorgedeelte zijn geweest. Dit soort kinderdagverblijf is geweest van de school. Apart stuk waar de jonge kinderen zaten. Daar is er niet veel te zien. Oh, hier is een keer brand geweest. Keukentje. Ah, verder kunnen we niet als deze locatie. Deze kamerruimte. Helaas. We gaan weer naar buiten. Nou, beste kijkers van Dutch Bunker Boys, dit was voor deze locatie een verlaten school. Best wel groot, helaas niet heel veel te zien. Maar we gaan gauw door naar ons volgende avontuur bij deze laters. Vind je dat ook een vette video? Abonneer op mijn YouTube kanaal. Check mijn Facebookpagina voor de foto's van deze locatie.
En dit was de verlaten school.